Het tweede team of the week is uit. En zoals je ziet is Milner een linksback. Oké, hij heeft wel goede stats. Daar ging het helemaal niet om. We gaan vandaag weer packs openen. En ik ben benieuwd of we vandaag wel geluk hebben. Ik heb al echt veel geopend en nog steeds niet echt iets zieks gepackt. Asamoah is eigenlijk best een goede speler. Maar wat het is nu met FIFA, nu je squad builder challenges hebt, is het eigenlijk zo dat elke speler die je hebt kan van pas komen. En daarom ga ik dit jaar ook proberen gewoon zoveel mogelijk spelers allemaal in mijn club te douwen, zodat ik eigenlijk alle spelers van FIFA krijg. En als ik een keer eentje nodig heb, heb ik hem gewoon in mijn club zitten, want ik heb ze allemaal, ik hoef ze ook niet te kopen. Je krijgt dan wel geen discardwaarde daarvoor, maar dat geeft niet. Oh, Black! Een 87 griep, het is geen walker, maar hij is goed, grap. Maar waarschijnlijk is hij geen drolwaard, heb ik zo het gevoel. Oké, okay. Oblak. Jan Oblak. Hij had gehoord trouwens dat Siete Vos erover ging zingen. Nee. Oblak, Oblak, Canadia, Keromas. Elke dag hadden we weer van je. Ah, begin 20k, die ga ik in mijn club doen. Want die ga ik in mijn club doen, die heb ik nodig. Of in ieder geval, die kan ik in mijn club doen. Ik ga natuurlijk alles in mijn club doen, zeg ik net, dat ik wel alle kaarten sparen. Maar wat ik bedoelde, dat ik hem op een of andere manier in dit team ga linken. Dit is nu mijn team. Vies counter teamtje, maar het is echt goed, jongen. Maar dit jaar wil ik niet alleen mijn ultimate team helemaal vol krijgen met alle mogelijke spelers. Dat ga ik ook proberen met de Panini 365 kaarten. Dit is mijn boek en op dit moment zitten er nog niet zoveel in. Rob heeft er alleen een paar geopend. Maar ik ga proberen samen met Rob en met Dus David Games, David, probeer dit boek vol te krijgen. Ik heb net 5 Panini pakjes geopend en dit is wat er gebeurde. Hier kan ik veel chillende packs openen. Ik ben echt ziek benieuwd hoe goed deze pakketjes zijn. Oké, de eerste. Oh mijn god, hij heeft gewoon de EK-finale beslist. Ik heb ze verkeerd om opengemaakt of zo. Kijk dan, ik krijg gewoon het 1 pack, gewoon een hyperlink. Met zijn er 2 Polen, wat is dit? En Barzai, die is op FIFA toch iets van 88 of zo. Dat is echt bizar, jongen. Volgens mij is dat een walkout. Had het gewoon een walkout geweest, had hij zo gegaan. Bruh. Daarom wil ik gewoon... Oh mijn god, Özil. Die zou ik echt perfect in mijn team kunnen douwen, jongen. Wat? Pogba! Dit is het perfecte Premier League middenveld, jongen. Mijn team zou er dan zo uit hebben gezien. Ik zweer trouwens, Pogba is een inform. Dus heb ik dan net de inform Pogba gepakt? Eigenlijk wel, hè? Ja. Oh ja, pasta. In 1 pack. Deze is zo mooi, deze kaart, jongen. Kijk dan. Kijk dit. Zie je dat aan de camera? Kelvin Veldman. Hey, Ajax zit ook in het spel. Zieke. William, die had ik helemaal. Oh mijn god. Oh mijn god. No reaction pack. Ik heb gewoon Messi gepakt. Weejo! Weer die Polen. Ik heb alleen van die Polen van Legia Warschau, joh. Robert Lewandowski met handtekening. 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 Deze kaart ook echt mooi. Die Pogba. Oh, deze. Pogba en deze. Damn, jongen. En ik heb Dele Alli. Ja. Oké, nog een pack. In Sauralde. Bruno. Oh mijn god. Ik heb gewoon Robbie gepakt. En Neuer. Ik moet zeggen, ik had echt veel mooie kaarten uit die packs. En ik had dus nog een aantal kaarten. En het blijkt nu dus dat ik Robbie, oftewel Arias, lookalike van Robbie, dubbel heb. Dus, wil je nou Robbie's kaart hebben? Ik weet zeker, iedereen wil deze hebben. En wil je niet met mij ruilen voor een coole kaart die jij hebt, dubbel hebt? Laat het dan weten in de comments. En daarmee kun je kans maken op je eigen kaartje. Dus je eigen foto komt erop. Je eigen stats. Je eigen land en shit. Een gepersonaliseerd kaartje. Daar ben ik echt ziek jaloers op. Dus dat kun je doen als je het tof vindt. Ik stop mijn Arias nu in het boek. En ik geef het boek door aan David. Die gaat verder met verzamelen. Ik open ondertussen hier ook even een pakketje en kijk of ik geluk heb. Ik heb wel dorst gekregen hiervan. En dit is niet zo... Het is... Oh, ik dacht dat Bas dorst was. Wacht. Zitten we dezelfde club? Dat wist ik helemaal niet, joh. Ik dacht echt dat ik dorst had. Dat was echt gruwelijk geweest. Alles in de club. Uiteindelijk maak je wel veel packs open. Het is allemaal wel 1000 discount. Maar joh, die squad builder challenges zijn gewoon leuk. Kuitcam. Up. Snijden. Dan hou ik prima. Ik weet niet precies hoe het zit met de walkouts trouwens. Ik ben zo slecht in het uitspreken van Engelse woorden. Maar voor mij zitten top 5 spelers op een positie krijgen een walkout. Dus de Oblak is niet in de top 5 keepers van de wereld. Eigenlijk wel terecht. Dit is dit is de slechtste van de 3 wilde ik zeggen. Maar David Luiz is daar natuurlijk weg. Dit zijn spelers die prima zijn. Die ga ik gewoon in mijn clubje doen. Ik kan wel elke pack openen. Oh, dit ga ik in mijn club. Dat zijn vermakelijke video's. Ja. Echt vermaak is natuurlijk gewoon dansende Gert. En Gert die gek doet. Tekening in 2 Gert. Trouwens, elke bankzitter heeft zat een walkout of een legend of inform gepakt. Ik als enige niet. Terwijl ik, dit al mijn 4e keer 12.000 FIFA punten is. Zonder grappen. Oh, doe je. Running man penalty. Ik zie trouwens wel, ik vind al leuke comments, vind ik wel schattig. Matty, je moet vaker je poot breken. I love dit upload schema. Ik hou ook van jullie. Ik ga niet vaker mijn poot breken, want ik word er echt helemaal gek van. Tetti, die heeft echt goede stats voor zo'n lage speler. Oh nee, deze grap maak ik zo vaak, maar het moet gewoon. Ik moest kloppen, want de bel deed het niet. Nee, niet weer.
Deze was vroeger goud en goed. Nu niet meer. Keer is een klein beetje skeer. Ik wist het niet meer. Pindabeer Atsu. Ik heb per ongeluk toch een paar packs gediscard nu. Maar het is gewoon automatisme geworden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon snel. Ja, ja, Pogba. Het is. Oké. Ik zeg dat ik nooit een inform heb. Het is echt een mindere. Maar oké, het is een mooie animatie. Jammer dat niet alle inform gewoon standaard walkout zijn. Yes, informpie. Ik ben benieuwd wat zijn gewone kaart is. Want weet je wat het is? Informs krijg je de biohoge upgrades. Oké, hij is discard. Echt gewoon discard. Maar ik ga hem in mijn club doen. Dat is leuk. En hoed is gewoon een hoed. Oh, die heeft goede dribbeling. Toen ik die inform zag, hoopte ik zo op Pogba. Maar Pogba is natuurlijk inform en walkout. Ken je die ene links buiten van Arsenal? Tio walkout. Zit er bijna op de helft van de 12.000. Hey, man, ik heb gewoon een informpie. Oh, die zag er mooi uit, deze animatie. Het is... Oh, natuurlijk is Griezmann een walkout. Kut, Camero, jongen. Oh. Ik was natuurlijk vergeten, die Camero. Kijk goed in mijn ogen. Wat gebeurt daar? Echt, ik word blij. Het is... Het is trouwens een beetje donker, maar het geeft geen donder. Wat nou als een man tegen zijn vrouw zegt... Hey, ik wil een scheiding. En hij heeft geen haar. Ja, dan wordt het lastig, hè? Ik had een informpie. En nu heb ik... Oh, dat is een Nederlander. Rick Kaasdorp. Hij heeft echt een goede kaart. En het wordt alleen nog maar beter, want hij is gewoon echt goed aan het spelen. Ik vind zijn pace nog te laag, want hij rent letterlijk gewoon... Er is niemand die hij niet bij kan houden in de Eredivisie. Won sprint wel eens van Nashing, Depay. Weet ik van wie die allemaal gespeeld heeft nog verder. Maar die zijn in ieder geval sneller op dan hem op FIFA. Dan hij op FIFA. Ik was trouwens op 3FM laatst. Oké, is dit wel? Oké, wie is dit? Boeit me niet. Ik was laatst op 3FM. En toen lieten ze mijn eerste pack opening van dit jaar. Romy is natuurlijk er. Ja, die staat eigenlijk veel waard natuurlijk, joh. Ik ben helemaal in de war. Die is gewoon 15k. Oké, 8k. Maar alsnog. Toen lieten ze mijn eerste pack opening van het jaar, hoor. Dat was dat ik helemaal enthousiast was, omdat ik net de early access had. Access, kutwoord. Ja, dat vind ik altijd wel leuk, weet je wel. Kajagon. Oh, die is laag. Ik had hem hoog verwacht. Die is goed bezig in de Serie A nu. Lekker assisties op Milik en goaltjes prikken. Wat een lompert. Boeval, dat is een lekker spelletje. 5-star skills. Hoeveel zal die waard zijn, man? Ik. Ze. 10k. Oké. Okay. Heb je FIFA Ultimate Team uitgespeeld op het moment dat jij je hele club vol hebt? Of is het gewoon als jij überhaupt ooit Ronaldo of Messi pakt, dan heb je toch gewoon het spel uitgespeeld? Ik ken niemand die dit heeft gedaan. Maar ik weet niet of jullie hem kennen. Hij is niet zo bekend bij het grote publiek. Nee! Hij is zo ontzettend skeer. Ze noemen hem Kier. Ik vond zo graag pekkelijk, maar ik weet het ook niet meer. Kom op, gewoon even een 84 speler voor de eer. Vandaag was het best lekker weer. Waar is nou mijn walkout? Ik heb nu bijna 48.000 FIFA punten uitgegeven, ja. Dit is zo skeer. Kierenzooi. Kierenzooi. Banega 84. Wat is dat voor rare gebaren? Banega. Panega 84. Hé, ik zou een 84 willen pakken. Heb ik even iets teruggezegd? Ik geloof niet dat hij wat waard is. Nee. Mata, goede Spaanse voetballer. Nog steeds 84 zonder pace, dat wel. Kan nooit veel coins waard zijn. Ik geloof niet inderdaad dat hij meer dan 5k waard is. Ongeveer weer 5k. Nou ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Tom van Weert. Charisma. Oké, dit wordt mijn laatste pack. Ik heb eigenlijk zin... Rot op, Frederik. Ik heb eigenlijk zin om nog een keer 12.000 FIFA punten te openen. Man, ja, het is wel een beetje... Het is... Ja, die fucking... Kale. Oké, we snoepen er nog een klein beetje FIFA punten bij. 4600 FIFA punten mee. Oké, hoe gooi je 36 euro weg in 10 seconden? Zo. Hier is het. Het is Eervon Gleek. Gleek. Oh, die is wel 85 rated, hè. Hé, er is helemaal niks mis mee. Die kan toch niet niks waard zijn? 20k, oké. Duimpie. Eigenlijk kan ik deze het beste nu wel verkopen. Want op het moment dat de game morgen uitkomt... Ik neem het één dag voordat de echte game uitkomt op. Dan gaat iedereen packs openen. Dan komt hij heel veel op de markt. Ik gooi me gewoon op de markt. Kan mij het schelen. Of in inform Gleek. First over in... First... Oh ja, ik was bezig hoe ik geld kon verpesten. Nou ja, door die inform is er al geen sprake meer van verpesting. Deze hele video slaat nergens op. Nee. Jasper Sillissen. Lol. Nee. Dier. Weer die troll. Ik wist gewoon dat weer die troll was. Nee. René Adler drinkt een ratler. Oké, nou, dit is het laatste pakketje. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Pakjes. Ik zie jullie de volgende keer, want dit is helemaal niks.